winnaar. De jury van vanavond. En die gaat... Kom erbij, kom erbij! Ja, heel goed. Ja, heel goed. Nou, kijk. Wij gingen de pinguïndans doen. Ben je er klaar voor? Ja! Oh, kijk, dat klinkt al overtuigend. Ja. Nou, dan ga ik gewoon lekker muziek aanzetten en dan laat ik jullie in gang gaan. Nu allemaal achter elkaar gaan staan. Wat zien jullie er mooi uit? En wat voor dier ben jij, Olivier? Schildpad. En jij hebt een prachtige Elsa-jurk aan. En ja, ik vind... je ziet mijn schil. Ja, die had ik al gezien. Wil jij eens aan het publiek vertellen wat voor liedje jij gaat doen? Ik ga 1, 2, 3 doen. Zes. Hebben jullie het een beetje naar je zin? Ja! Yeah! Hebben de ouders en opa en oma's een beetje naar hun zin? Ja! Yeah! Kijk, allemaal een pak aan hier zie ik al. Is het ook spannend, Tessa, of niet? Ja. Ja? Okay. Hey, wat voor liedje gaan jullie doen? Zulke badje via. Oké! Ooms, tantes, jullie komen straks nog, weet ik zeker. Ik zie dat jullie geholpen hebben. Want hoe moeilijk kwam het? Ik dacht ik, nou, dit gaat nog wel. Maar wat ging het snel op een gegeven moment? En ik heb inderdaad geen foutje gezien. Het gaat over een krokodil. Hé, hey, wie is er bang voor een krokodil hier? Je hebt mijn hap buiten in je bil. Dat doet toch wat pijn. Ik zei dat die tafel in de weg stond, maar nu dacht ik ben buiten de staat. En ze hebben ook een hap uit mijn bil, of niet? Ja, heel goed, heel goed. We zijn op een liedje gekomen in het Engels. Dat heb ik op school geleerd. Van head, shoulders, knees and toes. Shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. All jump, jump on.
Ik vond dat heel erg knap. Heb je heel erg goed gedaan. Nou, ik heb nou dingen zo op school wat geleerd. Ja, kijk, daar is het bij mij ook misgegaan. Dus jij hebt al een voorsprong. Nee, kijk. Ik heb namelijk lekker op de grond. En ik zei precies, maar wat voor liedje wil je dan doen? Toen kwamen ze naar mij toe. Wij willen stuiterbal doen. Ik denk stuiterbal. Willem, Simon, Kelvin en Sam. Ja. Nou, aan het outfit gaat het niet liggen, zie ik. Hey Simon, waarom stuiterbal? Weet ik ook niet. Hey, hoe ken jij het liedje stuiterbal? Ja. Ja. Hoe ken je dat liedje? Want ik ken het namelijk niet. Want die heb ik thuis ook. Zullen we dan maar gewoon beginnen? Oh, wat er toen gebeurde, dat kon echt niet, niet normaal. De hele zaal, complete hal, stuiterbal. Stuiterbal. De vingers zien van het publiek. Wie is een beetje van zijn plek gestuiterd? Daar zie ik wat. Ik stond eerst naast de tafel en nu sta ik hier natuurlijk. Dus ik ben hierheen gestuiterd. Een hele dikke duim. Kijk, een hele dikke duim. Ik ben heel erg benieuwd of jullie thuis ook zo door het huis heen stuiteren. Ja. Dan kijk ik even naar mijn rechterkant. En dan een beetje naar achteren. Ja, schudden. Dus ja, het klopt ook nog wel. Dat is ook zo stuiteren. Het is minder spannend dan de eerste keer. Minder spannend. Nou, laat hij nog één keer eens zien aan het publiek. Ja, en applausje, de olifant hier. Hoe ben je eruit te zijn? Ja. Heel knap wat jullie hebben gedaan, heel mooi. Ik zag dat iedereen erachter mee ging dan. André Hazes, kijk eens aan. De opvolger. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander in geruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. Alles wat je daar is Leonie ook al. Die ging als een barvrouw hier. Die gaat altijd helemaal los op dit liedje. En waarom? Ik wist het eigenlijk helemaal niet. Totdat ik bij haar in de klas zat. Ik zal zo meteen misschien nog een keer een liedje aanzetten. En dan moet jij Stephanie even ophalen. En dan gaan we samen met Stephanie het liedje nog een keer doen. Dank je wel. Komt iedereen weer te klappen? Ik vond het heel knap. En nog één optreden. Ik vraag aan de ouders die hier zitten om hier een plekje op het podium te nemen. Hij begint twee keer met je vuisten. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. We hebben geoefend. We hebben geoefend. We hebben geoefend. Zijn jullie klaar voor? Ja, nou, ik ben benieuwd. En daar komt hij weer. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco. É um bicho sneller. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, soco, bate, soco, vira. Soco, soco, bate, bate.
Lorenzo, kom daarbij. De drie jongste deelnemers en daar mag voor geklapt worden. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Ja, daar hoort een medaille bij. Hoe gaan wij daar? Citeer met de derde plek. Ja. Alsjeblieft. Plaats 2. Het ging mij allemaal veel te snel met dat liedje. Tessa, Guido, Jasmine, Mirte en Sven. Ah, kijk eens aan. Kom daarbij. Alsjeblieft. Laten we naar de jury. Op de eerste plaats. In haar eentje. In het Engels. Nienke. In het Engels. Nienke. Kom erbij. Gefeliciteerd. En jij hebt de jury veroverd. En daardoor heb jij de eerste plek verdiend. Van deze talenten. Kijk eens aan.